skiet in 1,70. Hij is 90 mm onder de voet. Het is een redelijk stijve ski. Hij zorgt ervoor dat op het moment dat je op de piste gaat en op de kant zet, dat hij goed carft. Hij wil graag hard gaan. Als je hem op zijn kant zet, dan vraagt hij ook wat meer energie. Hij bouwt energie op, dus als je hem op zijn kant gaat rijden en bochtjes gaat maken, moet je ervoor zorgen dat je wel blijft opletten, want anders dan, loopt hij er met je vandoor. Het is geen twin-tip ski, het is een side-country ski, wat betekent dat je hem zowel op de piste, maar ook nog een stukje buiten de piste kan rijden. Hij heeft een beetje rocker erin zitten, niet te veel rocker, waardoor hij niet ontzettend veel float heeft, maar ga je een stukje buiten de piste, dan gaat het prima. Hij heeft een kunststofkern, een hout ernaast, wat ervoor zorgt dat hij heel licht is. En daardoor eigenlijk voor iedereen goed te skiën is en niet ontzettend veel vraagt op het moment dat je er gewoon lekker mee